Benny Strauven is al vanaf de jaren 90 eigenaar van de Boccaccio in Halen. Toen was het een succesverhaal. Vandaag is de Boccaccio nog steeds open, maar wel een veel minder groot succes. Vooral 99 was het absolute topjaar. Jean-Marie Faf liep hier rond als zogenaamde PR-manager. Had Jean-Pierre Van Rossum, die reed met onze Ferrari rond. Hij reed hem wel kapot, maar hij reed hem er rond. Had Eddie Plankaert, die was hier over. We hadden eigenlijk een publiekje. En dat soort mensen, die trekken andere mensen van dat kaliber aan. Er zijn hier klanten geweest die hier 100.000 frank verteerden op één nacht. En dat was wekelijks. Er waren hier obers die hier elke nacht bijvoorbeeld 250 euro drinkgeld kregen. Het spijtige is dat dat gedaan is.